We staan bij Cindy van de Evelaar. Cindy, zie allemaal kinderen met fietsen en bepakt en gezakt. Waar gaan jullie naartoe? Nou, we gaan inderdaad vandaag op kamp. We gaan 3 dagen en 2 nachten op kamp. Niemand weet het nog, maar dat is het leuke. Je gaat op de fiets en je weet niet waar je naartoe gaat. Als straks alle kinderen weg zijn, krijgen de ouders het adres. En dan kunnen ze ook nog op de locatie kijken. Maar de meesten zeggen, oh, het gaat wel goed. En we zien ze wel weer terug na een paar dagen. De kinderen zijn druk bezig. Wat zijn ze precies aan het doen? Nou ja, we hebben een waterkamp georganiseerd. Waar we ook zitten is ook heel veel water. Dus er zijn allemaal controleposten. Dus een controlepost schoolslag, borstkrauwel, er is adem inhouden en onder water zwemmen. Nou ja, allemaal eigenschappen die je moet kunnen als je natuurlijk je zwemdiploma A en B hebt. En als je mee wil op waterkamp. Lijkt me hartstikke leuk. Hoe zou je het vinden als 251TV jullie 3 dagen zou volgen? Nou, dat zou hartstikke gaaf zijn, want ja, dan kunnen we ook aan de ouders laten zien. En de kinderen, die hebben gewoon voor altijd hebben ze nog een filmpje van hoe het was op kamp. Dus, en voor ons natuurlijk een mooie promotiemateriaal. Ik zou zeggen, kom op, laten we gaan. Nou, we gaan. Jos, we zijn bij de eerste stoplas aangekomen. Waar zijn we precies? We zijn bij de familie Fortuna aan de communicatieweg. Daar hebben we de eerste stop om even op rust te komen van het fietsen. We gaan hier even een spelletje doen en tevens even kijken wat er op de boerderij allemaal te zien is. Erg leuk voor de kinderen, lijkt mij. Ging het eerste stuk voorspoedig? Nou, waren wat probleempjes. Er was een fiets met wat mankementen. En ja, toch wel even lastig. We hebben een nieuwe route, dus een rotonde erbij en wat tegenliggers. Maar iedereen is veilig aangekomen. Wat zijn de kinderen precies nu aan het doen? We hebben een kaartspelletje wat we eigenlijk al jaren doen. Dat is een rennen, actief spelletje en de juiste de schoppers en de hardes bij elkaar zoeken. De meeste kinderen weten het, dus die zitten er alweer op te wachten op het spelletje. Dus erg leuk. Cindy, jullie zijn aangekomen op plaats van bestemming, de geheime locatie. Je mag het nu verklappen. Ja, we zitten in Assendelft, op de scouting Assendelft. Dus dat is een heel prachtig terrein met een heel groot huis, met 2 slaapgedeeltes, een keuken. En achter het terrein is nog een hele mega bos waar we ontzettend leuke spelletjes kunnen doen. En dat gaan we straks ook doen dus. Wat gaan jullie doen? Ja, nou, we zijn nu bezig met t-shirts aan het maken voor elk team. De teams zijn verdeeld en elk team heeft een eigen t-shirt. Wat ben je aan het tekenen? Nou, we zijn een t-shirt aan het maken voor je groepje. Hoe heet jullie groep? De Badeendjes. Denk je dat je met die naam gaat winnen? Ja hoor, makkelijk. Succes. Dank u. Vervolgens gaan we met z'n allen gaan we vlot bouwen. En dat is ook per team. Nou, wie de stevigste vlot heeft en die dan ook ter water gaat, die gaat winnen. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Kees, jullie hebben de vlotte beneden gebouwd. Uiteindelijk moesten ze hem nog naar boven. Hoe ging dat?
Nou ja, het ging allemaal heel goed groepsgewijs. We hadden natuurlijk de opdracht gekregen om vlotten te bouwen. En we hadden dus van de scouting Arsen Delft hadden we dus vier regentonnen en masten of palen die we moesten sjouwen. En dat ging allemaal in teams, want vier teams. En dat waren dan per vlot vier van die lange palen, vier van die korte palen en vier van die tonnen die ze moesten sjouwen naar op de plaats achter mij. En dat was dan in elkaar echt een vlot te bouwen. En dat was met touw. En we hebben dat voorgedaan en dat ging hartstikke goed. We hebben de knopen voorgedaan een beetje. En de dames en de meiden en de jongens die gingen aan de slag. Nou, dat ging fantastisch. Uiteindelijk hebben ze dus allemaal de vlotten boven gekregen. En toen te water, dat ging niet zonder slag of stoot, hè? Nee, maar ook hebben we dat opgelost. Om met z'n allen een vlot naar de waterplaats bij de steiger. En op z'n kop en zo het water in. Nou, dat ging fantastisch. Uiteindelijk ging het om de één ding. Hebben ze genoten? Ja, ze hebben echt genoten. Sommige vlotten gingen dreven, sommige tonnen die gingen er vandoor. Maar ze gingen even goed door en zijn allemaal op de vlotten gekomen. Dus dat was echt een spektakel. Weet je welk team als eerste klaar was met bouwen? Ja, dat was het team van Jos. En die had eigenlijk allemaal meiden. En die waren als eerste klaar. Dus dat stonden we echt van de kijken. Ook de jongens die ik had. Ik had alleen maar jongens. En dat was wel een prestatie, vond ik, van Jos. Maar ja, die gaan heel goed met meiden om. Hè. Dus ja, dat zegt wel wat natuurlijk. Dus de Weather Girls hadden het goed gedaan? Ja, zeker weten. Ja, helemaal goed. Livia! Anne! Faye! Noah! Anouk! Sammy! Weather Girls! Het ging niet helemaal goed, hè, met het vlot drijven? Nee. Want alle tonnen in het water gingen alle tonnen eraf. En ook op het land, en, toen ze hem wouden omdraaien. Ja. Toen ging al de eerste ton vanaf. Toen ze hem in het water legden, gingen de andere tonnen vanaf. En toen waren er twee kinderen, dat waren Quinty en Finn. Die durfden niet meer, dus hun gingen allemaal zitten. Ja, en Rosa, die ging er ook af. Ja, maar die zei dat ze het wel durfde, maar ze vond het hartstikke eng. En Nena wou het graag laten zien, maar dat vond ik wel dapper van haar. Want zij gaf het tenminste eerlijk toe. Dus eigenlijk... Dus daarna ging het touw, die ging ook een beetje los. Dus we probeerden zo snel mogelijk naar de kant te komen. Zonder dat alle stammen verspreid werden over het meer. Ja, maar... En dat is gelukkig goed gegaan, hè? Ja, dat wel. Bij de ochtend ontbijt maken, meteen een lunchpakket. En toen gingen we kanoën. We dachten op heel mooi weer, want dat was ook de vooruitzichten. Maar het bleek dus niet. Er was regen. Maar gelukkig was het niet koud, dus we hebben de kano's gepakt. Heel spannend overigens, want het zijn echte wiebelkano's. Voordat je met z'n allen erin zit en voordat je tocht kan beginnen. Ook heel veel begeleiders die nog niet zo goed wisten hoe het moest. En die raakten regelmatig in de rietkraag. Maar uiteindelijk de terugweg ging als een speer. Shelly, het is alweer de laatste dag. Wat staat er vandaag op het programma? Nou, de kinderen zijn nu bezig met Ren je Rol. Dat is een vragenspel. De kinderen gaan in duo's gaan ze vragen maken. Maar de vragen liggen verspreid over het hele veld. Dus ze moeten flink rennen. Daarna hebben we het eindspel. Nou, ze hebben de hele week munten kunnen verdienen. En straks gaan we verschillende onderdelen doen. En ja, dan weten we wie de winnaar is van dit kamp. Oké, nog één vraagje. Hoe is de nacht gegaan?
afgelopen nacht? Nou, we hadden eerst een bonte avond. We hebben gezellig gediscot en gedaan. Toen mochten de kinderen nog even lekker keten, want dat wilden ze heel graag. En toen ging om 1:30 het licht uit en eigenlijk hebben ze heerlijk geslapen tot 9:00. Dus we hadden echt een uitslaapgroep. Het einde van het finale spel zit erop. Jongens, vertel het maar. Nou, het was echt heel leuk. Wij begonnen als laatste en we zijn eerst geworden. Dat vinden wij zelf heel knap. Dat is zeker een knap. Hadden jullie bepaalde tactiek tijdens het spel? Of het was gewoon renje rot en we zien wel wat er gebeurt? Ja, eigenlijk wel. Gefeliciteerd! Oké, okay, hartstikke goed. Gefeliciteerd! Ja, bedankt. Hebben jullie ook nog een jel? Nee, niet echt. Doe maar even juichen dan. Oké, okay, hier staan de winnaars van het finale spel. Cindy, het zit er weer op. We zijn terug bij de Evenaar. Licht gehavend, zie ik. Ja, klopt. Ik ben gestoken door een muggenwild. Maar dat heeft de pret niet kunnen drukken. Vandaag hadden we natuurlijk gewoon ook gigantisch mooi weer. Dus daar waren we heel blij mee met deze afsluitingen. Zou je de afgelopen 3 dagen kort willen samenvatten? Het was een geslaagd. Er was gelukkig geen gewonden. Geen kinderen die naar huis wilden omdat er heimwee was. Of andere dingetjes. Het was gewoon een geslaagd kamp. Dus wij zijn weer blij dat iedereen weer tevreden naar huis is en dat alles goed gegaan is. Ja, heel duidelijk. Ik kan er niks meer aan toevoegen. Ik wil jullie nog bedanken dat wij als 251 TV jullie mochten volgen. Wij vonden het heel erg leuk dat jullie ons willen volgen en na zoveel tijd, want jullie zijn natuurlijk ook vrijwilligers. Wat ik ook nog even wil doen is onze vrijwilligers bedanken, want Shelley en ik komen vanuit de Evelaar, maar de rest is eigenlijk allemaal vrijwillig. En zonder hun kan ik geen kamp organiseren, dus ik ben super blij. En het thema water heeft ons ook een bidon geschonken. Dat de kinderen meer water moeten drinken in plaats van limonade. De eerste dag hebben we dat dus eigenlijk ook aangehouden. En dat, geweldig. Dus hartstikke bedankt voor allemaal voor jullie inzet. En hoe was het 3-daagse waterkamp? Goed!